Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag neem ik een birthday unboxing op. De op donderdag 9 en woensdag 8 november waren namelijk press days in Antwerpen. Dat zijn dagen waarop Pierre Bourrouz hun merken voorstellen aan de pers. Dus dat kunnen journalisten zijn, bloggers, maar ook heel wat BV's. En ik werd uitgenodigd bij 3 PR bros en bij elk PR bro heb ik ook een goodie bag gekregen en die ga ik jullie vandaag tonen. Even een note daarbij, ik krijg deze dingen omdat ik een blogger ben en hoop dat ik daarover zou vertellen of over schrijven, maar ik word hier niet voor betaald. Ook ben ik blij met alles wat ik gekregen heb, is dat geen manier om te stoeven. Maar ik vind het gewoon heel leuk om producten te krijgen voor mijn blog. We beginnen met Japado. Japado is eigenlijk een PR-bureau die in Gent gevestigd is. Maar voor de press days komen ze altijd naar Antwerpen. Ik kreeg 2 zakken van Japado. De eerste is deze van iLure. Ik ga even gewoon wat in de zak zet. Hier... wat info over het Corinne de Farme Hamme. Dit is een merk die heel wat doet op huidtraining en huidverzorging. Dat is een beetje uitleg. Ook kreeg ik een heel fijn notitieboekje van Remington. Met gewoon zachte lijntjes. Echt handig. Ze moeten weten dat bloggers echte notitieboekjes verzamelaars zijn. Oké, ik krijg iets van Knijf. Dit is de douche foam en de body lotion mousse. Dat is eigenlijk een douche foam en een body lotion. Echt, nee, ik ga het anders uitleggen. Dit is een body lotion voor achter het douchen en een douche foam voor tijdens het douchen. Gewoon in één gesmeten, waardoor dat je niet meer als je uit je douche komt er moet aan denken om je benen of armen in te wrijven. Je doet dat gewoon allemaal in één. Super blij, ik ga deze zeker testen. Dank je, Knijp. En informatieboekje over Elegant Touch, die heel wat doet in verband met nagels. Een informatieboekje over iLure, allee, over een nieuwe assortiment. Over de soorten wimpers dat ze ook maken. Zij maken vooral valse wimpers. Ik heb een setje valse wimpers gekregen. Deze deluxe wimpers van iLure en deze enchanted wimpers van iLure. En ik vind ze echt beide super super mooi. Sowieso schrijf ik hier een review over. Ook hebben we een aantal fake nagels van Elegant Touch. Deze mooie en deze mooie, heel erg fijn voor een kerst- of een nieuwjaarfeestje. Ook deze. Maar deze zijn speciaal. Want normaal heb je een nagellijm en een nagellak. Normaal, deze zijn speciaal, want normaal heb je een nagellijm en apart je fake nagels. Maar hier zit er een lijm al op de nagel, dus je moet eigenlijk gewoon een folietje aftrekken en dan kun je ze meteen op je nagel gaan plakken. Dus eigenlijk zonder al te veel gesmots. En deze heb ik gekregen in een mooie roze kleur, eigenlijk een heel simpele kleur en in een mooie felrode kleur. Ook kreeg ik van Java nog deze detox juicer van Yakua. Yakua? Ko.
hoop dat ik dat goed uitspreek. Deze is verkrijgbaar bij Kruidvat. En dit is een lekkere drank van vruchtensap, rode bietensap en groene thee. Ze bevatten enkel van nature aanwezige suikers, dus geen extra suikers. En het is uit de sapconcentraat van vruchtensap van appel, guanabana, passievrucht, rode bietensap en groene thee. Dus deze is verkrijgbaar bij Colruyt als je hem eens wilt proberen. Voilà, dit is mijn eerste zak. Die is helemaal leeg. Maar ja, pardon. Ook kreeg ik nog een zak van hen. Dit is een zak van Corinne de Farm. En daar zit er allereerst een visitekaartje in van een ander merk op een ander, bij een ander bureau. Make-up remover wipes. Super handig. Met micellair lotion. En het werkt ook voor waterproof make-up. Ja, handig. Die zou ik zeker uit te testen. Ook kreeg ik een micellair eye make-up remover. Ook voor waterproof. Super handig. Ik kreeg baby wipes, voor gezicht en handen. Ook ga ik die gebruiken, want ik weet dat je die ook gewoon als volwassene kunt gaan gebruiken. En ik kreeg ook een zakje, ik ga die even openmaken. Van die dingetjes in. Oeh, een mooi babyroze tasje. Boe. Van een merk genaamd de Boe Bags en Accessoires. Heel fijn. Zo, dat zat er in deze zak. Bedankt, Corinne de Farm. Alhoewel ik jullie merk niet kan uitspreken, lijkt het echt heel fijne producten van hun. Echt, ik ga deze bijna allemaal gaan proberen. Nee, waarschijnlijk komen allemaal. Daarnaast ging ik naar The Cube. En van The Cube heb ik ook een heel zware zak gekregen. Dat is heel erg fijn. Allereerst kreeg ik deze Be Kind Fruity and Nut Granola Bar. Vervolgens kreeg ik deze Gin and Rose Lemonade van Fentimans. Echt een heel mooie fles. Echt zo ook dat rustieke vibe. Heel erg fijn. Deze ga ik wel hier naar mijn zus of aan mijn broer of aan mijn vader. Want ik drink zelf geen gin of limonade eigenlijk. Dit is een ice pack. Ah ja, die houdt uw drank dan koel of zo. Heel cool. Wordt een joke. Ah ja, voilà. Put the bottle in the ice bag. Add fresh water and ice cube. Wait for a few minutes and drink. Dus het is effectief om uw fles te houden. Toch bedankt. Oké, nog een Lipton Green Iced Tea. Ik ben ook geen fan van iced tea, vooral omdat ik geen bruislust. De Hola Granola.
zit er wat in de zak. Oeps. World's End Run, daar gespiced. Ik denk dat je echt mensen gaat blij mee maken. En dat is een kruidenlikeur. Maakt met een exclusieve selectie van wilde kruiden van de uit de Noordzeetuinen. Mooie verpakking, heel fijn. Over My Color Passport. Met daarin een gift card. Ik heb het al eens gedaan, dus ik weet niet of ik het nog eens ga doen. Maar ik vind het wel tof dat ik dat gekregen heb. Misschien ga ik hem wel weggeven in een winactie. Als jullie dat leuk lijkt, laat het hieronder zeker even weten. Mijn IKEA zakken voor mijn voedsel. En Arizona Green Tea. Ik vind die fles echt prachtig. Ik denk niet dat ik het effectief ga lusten, maar alleen al voor die verpakking. Wauw. Ik ben echt heel kieskeur op vlak van mijn drank. Waar ik wel heel, heel erg blij mee was, met de Whitening Touch pen van Signal. Ik wou deze namelijk al super lang uitproberen en ik ben heel erg blij dat ik hem nu heb gekregen. Yay. Als jullie willen dat ik die uittest in een dagelijkse vlog, laat het dan ook hieronder even weten. Een boekje van Hedgrun, een tassenmerk. En die hebben nu echt hele mooie trolleys, echt super fijn. Maar ook zo van deze zakken. Deze moet ik echt hebben. Dit is een zak waarin je dan waar je eigenlijk een batterij mee in hebt, waardoor dat je GSM er gewoon kan aandoen. Ook heb je een magnetische rits en zakken waardoor je ook geen zaken kunt gaan lezen. Ik kan dat waarschijnlijk echt niet goed uitleggen, maar deze zak moet ik gewoon hebben. Echt waar. Life isn't perfect, but your outfit can be. Van Hola Kitsch Couture. Discord moet ik houden. Iets van Filous. Waar dat ze verse pers, fruit en groentesap hebben. Recht van het veld, koude persing, rauw en puur en zonder bewaarmiddelen. Dus. Visitekaartje van de Cube. Dat is van dit product. Een uitleg erover. Heel fijn. Structuur ook. En het zijn ook kaartjes eigenlijk. Tof. Ten slotte heb ik van de Cube deze tandpasta gekregen. De Signal White Now Care Correction Whitening. Deze hoort eigenlijk gebruikt te worden in combinatie met deze pen. Voilà. Deze zak is ook alweer leeg. En dan hebben we nog één zak te gaan. Dit is een zak van Maison Pierre. En mijn zoon Pierre koos ervoor om ons drank mee te geven. Deze sparkling wine.
Eén met lychee, lime en melon. En één met pomegranate. En ik denk dat ik mijn moeder hier zo blij mee ga maken. Zelf drink ik natuurlijk geen alcohol of brus. Dus het is niet echt toepasbaar voor mij. Maar ik heb al echt... voordat ik deze unboxing opnam, wouden ze echt al alles op gaan pakken. Dus ik moest ze echt tegenhouden. Maar ik ben echt zo blij met alles wat ik gekregen heb. Vooral de fijne beauty producten die ik zeker ga uittesten met mijn blog. Maar ook met alles anders. En ik ben heel erg dankbaar hiervoor. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je zeker niet te abonneren om meer video's te zien. Like als je deze leuk vond. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doedels!